Dames en heren, hartelijk welkom bij deze 85ste uitzending van Licht op Leiden. Deze 20ste februari. U kunt ons elke zondag meemaken op Ziggo kanaal 46. Ook bij KPN, kanaal 1421 en natuurlijk op de site van Sleutelstad. En ook op YouTube, online. En u kunt ons eigenlijk niet missen op die social media. En de televisie, elke zondag, 2 uur. Vandaag op deze 20ste februari is mijn gast Harry van Alphen. U zult zeggen, Harry van Alphen? Ja. Leiden is een echte onderwijsstad, dat weet u. Een heel groot aanbod. En een van de grootste onderwijsorganisaties in Leiden is de Stichting Christelijk Onderwijs Leiden. Harry van Alphen is daarvan bestuurder. Harry, hartelijk welkom. Dankjewel. In deze uitzending. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor een van de grootste onderwijsorganisaties en daarmee voor het mede verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in Leiden. Hoe groot is school, zo mag ik zeggen? Nou, we hebben bijna 1100 man personeel. Ja. We delen elk jaar ook zo'n 1100 kerstpakketten uit aan al onze leraren en ondersteuners, maar ook aan al onze vrijwilligers. Het zijn dus heel veel mensen, heel veel ouders ook die actief zijn. We hebben bijna 9500 leerlingen. Ja. Verdeeld over basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Bona-scholen kent iedereen, de visserscholen. Ja. En natuurlijk gewoon nog heel veel lagere scholen, zeg maar zo te zeggen. Ja. Maar ook in Zoeterwoude. Ja. Ook in Rijnsburg. Regionaal dus. In Leidendorp, ja. 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 Wij komen daar straks nog uitgebreid over te spreken. Maar dan hebben we even neergezet wie Harry van Alphen is. Onderwijsbestuurders zijn niet altijd zo bekend in de stad. Maar ze doen wel heel belangrijk werk, denk ik. Vandaar jouw komst hier. Hartelijk welkom nogmaals. We beginnen altijd met de vraag, waar kom je eigenlijk vandaan, Harry? Waar heeft je huis gestaan? Hoe ben jij op de wereld gezet en waar? Nou, dat is in ieder geval gelukt. Hè? Anders, ja. Anders was ik hier nou niet. Nou, ik ben in Culemborg geboren. Mijn vader was timmerman. En mijn moeder werkte zeg maar, bij de administratie. Ik had vrij jonge ouders. En ik heb in Culemborg keurig de zeil doorlopen. Zeg maar even van de protestantse zeil. Dus op een protestantse lagere school, bij een protestantse voetbalvereniging. Zo hoorde dat vroeger. Zo hoorde dat en zo ging dat bij mij zeg maar ook. Ja. En wij woonden daar gewoon in een bovenhuis. En, was je de enige? Nee, ik heb nog een zusje. Ja. Die, ouder? Jonger. Zij is nu Française en woont in Frankrijk. Kijk. Ik zie haar natuurlijk zo nu en dan en met nichtjes overigens ook. Maar we waren met z'n tweeën thuis. Ja. Ja. Hier zie ik jou in de wieg. Ja. Ja. Hoe was je eraan toe? Goed? Gezond? Ik was een gezond kind, ja. Ik was natuurlijk de eerste zoon ook. Dat vonden ze ook wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Ik was heel netjes. Ik was een net kind eigenlijk. Ja. En als ik wel eens met mijn dochters praat over hoe papa vroeger was, dan zeggen ze wel eens van, nou papa, volgens mij was jij gewoon een nerd. Zo netjes was ik eigenlijk. Ja, en ja. Als baby ook. En mijn ouders kochten zeg maar de mooiste kleren voor me, want ze waren super trots. Ja. En mijn zusje kwam eigenlijk pas een paar jaar later, 5 jaar later. Ja. Dat milieu, je komt uit een protestants-christelijk milieu. Ja. Heeft dat veel invloed op jouw leven gehad? Dat denk ik wel, ja. Weet je, het mooie is dat we op een gegeven moment opgroeiden in een wijk, Ter Weide. Dat is landelijk bekend geworden door de rellen die hebben plaatsgevonden een paar jaar geleden. Ja. Tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Toen wij er woonden, woonden we zeg maar tussen de mensen uit de Molukken. En wij zaten met elkaar, dus ook met de Molukse kinderen, op dezelfde protestantse school. Ja. Ik denk dat ik daar wel heel erg gevormd ben, want wij gingen heel goed met elkaar om. Er waren totaal toen geen spanningen tussen, zeker niet tussen kinderen, maar ook niet tussen volwassenen, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk in die wijk en op die protestantse school heel veel geleerd eigenlijk. Ja. Van naaste liefde, de waarde voor zorgen voor je omgeving. Dat heeft mij denk ik wel gevormd, ja. En die ideeën waren wederzijds. En daar bedoel ik mee dat dat wat jij nu vertelt over hoe je daarnaar kijkt, dat werd bij die andere groeperingen ook zo gevoeld. Ja, je ging samen door het leven. Ja, eigenlijk wel. En we waren ook echt één school. Ja. Één klas in dit geval. Dat heeft mij wel gevormd, ja. Als we daar nou nog even op doorgaan. Want als je nou terugkijkt op zo'n periode en je weet dat dat later toch behoorlijk fout is gegaan. Waar ligt dat volgens jou nou aan? Als je dat al snel kan zeggen. Dat weet nou, dat ligt aan verdraagzaamheid. Ja. Het zit hem in respect voor de ander. Ja. Het zit hem in elkaar beter willen leren kennen. Ja. En in zo'n school waar we toen zaten, zeg maar, dat zou je dus nu een gemengde school hebben genoemd, hè, met veel gemêleerd publiek, om het zo te zeggen. Daar leer je gewoon heel anders met elkaar omgaan. En ik denk dat ik er heel veel van heb geleerd.
Ja. En ik vond het heel, heel belangrijk voor mezelf. Mijn kinderen zitten nu toevallig ook op dezelfde plek, op eenzelfde soort school. En daar leren ze gewoon heel veel van, om echt in die maatschappij, ja, met alle kinderen die je maar kunt vinden om je heen, om daar zeg maar een gemeenschap mee te vormen. Ja. Ja. Helder. Je zusje is naar Frankrijk verhuisd. Ja. En daar kom je dus regelmatig, want ja, Frankrijk is leuk om naartoe te gaan, maar ook, ja, naar je zus. Ja. Waar woont ze? Ja, in de Var. Ja. In Flassan-sur-Isol, dat, ja, is zeg maar vlak bij de Middellandse Zee. Wie kent het niet? Daar hebben ze een, daar hebben ze een hotel. Ja. En ja, daar wonen ze fantastisch. Mijn nichtjes zijn het huis uit, die werken in Parijs bij de politie. En zij hebben nu een hotel en dat draait best wel goed. Ja. 8 kamers of zo, niet zo groot. Maar wel typisch Frans. En ik moet zeggen, als ik in Frankrijk ben, lekkere Franse eten en altijd naar de Leclerc. Ja. Want boodschappen doen in Leclerc vind ik altijd een plezier. Kijk aan. Misschien krijg ik straks nog te horen waarom jij dat dan leuk vindt. Maar je ging naar een middelbare school in Culemborg. Weer even, ja, terug naar Culemborg. Ja. Welke school was dat? Koningin Wilhelmina College. Ja. En wat heb je daar gedaan? De HAVO. De HAVO. Ja. En toen? Ja, weet je, toen de HAVO... Denkt Harry dan al in Culemborg, ik ga het onderwijs in, ik wil met onderwijs te maken hebben? Toen ik 11 was, ja, toen zei ik al, ik wil het hoogste bereiken met geschiedenis. Kijk aan. Wat dan ook. Ja. Dus ik ging toen ook naar, met mijn opa en oma toen nog naar Huis Doorn, dat ligt vlakbij Culemborg. Ja. Bij Huis Doorn is Keizer Wilhelm begraven. Hè? Die kist die stond daar gewoon, die zat er voor mij nu nog in dat kapelletje. Toen was ik 10 of 11. Ik vond het fantastisch dat daar in zo'n kapelletje zo'n man ligt. Het zei me nog niet zoveel over de geschiedenis. Maar toen wist ik wil het hoogste halen met geschiedenis. En zei ik erbij, ik wil voor mijn 18e of 20e naar Egypte. Ja. En dus was voor mij eigenlijk wel logisch om na de HAVO naar de lerarenopleiding te gaan. Ja. En de geschiedenis en aardrijkskunde te gaan doen. Ja. En ja, eigenlijk is het ontstaan van die liefde voor geschiedenis wel in Doorn begonnen, zeg maar. Ja. Geschiedenis en aardrijkskunde, maar wel de lerarenopleiding. Ja, dat was toen eigenlijk wel gebruikelijk. En je moest 2 vakken gaan doen. Ja. De NLO in Utrecht was dat toen, of de SOL heette dat toen in Utrecht. Ja. En ja, ik heb altijd gezegd, op de lerarenopleiding leer je lesgeven. En ik heb daarna nog, ben naar de universiteit gegaan. Daar heb ik oude geschiedenis gestudeerd, dus Grieks-Romeinse. En daar leer je zeg maar meer analyseren. Waar deed je dat? Stellen. Ook in Utrecht. Ja. Dat heb je ook afgemaakt? Jazeker. Jazeker. Ja, ik was daar ook studentenassistent. Ja. Dus ik gaf colleges aan de eerstejaars. Ja. Oude geschiedenis. Grieks-Romeinse, ja. Ja. Ja, dat is leuk. Dat is, en dan toch, want die eerste keuze was dus toch een leraaropleiding. Zat toen ook al voor dat je met het onderwijs te maken wilde hebben? Ja. Ik heb wel heel bewust gekozen om leraar te worden. Mm-hmm. Ja. Ja. En dat, wat mij gewoon aansprak was van om toch met kinderen zeg maar, goed om te gaan. Om ze dingen te leren. Ja. Maar ik had 1 passie en dat was echt geschiedenis. Ja. En dan was ik er eentje die zei van dan gaat het bij geschiedenis vooral om de verhalen. Hè? Om voor je te zien hoe het was. Daarom vond ik ook de Grieks-Romeinse geschiedenis heel erg leuk. Want daar kun je echt je fantasie gebruiken. Beelden. Beelden gebruiken. Ja, ja. Van nou, hoe was het dan vroeger? Hoe liepen ze erbij? Ja. Ik ben dus ook veel naar Griekenland geweest. Naar Italië, maar ook natuurlijk in Zuid-Frankrijk. Pont du Gard, ik ken ook heel veel mensen. Ja. Om je voor te stellen hoe het zeg maar was in de Griekse of Romeinse of Egyptische tijd, om het zo te zeggen. Ja, dat sprak me bijzonder aan. Heel klein uitstapje. Er is nu een prachtig mooie serie op de televisie te zien. Die ken je natuurlijk. Ja. Wat vind je van de vertaling van de geschiedenis op die manier? Ja, ik vind het eigenlijk wel aantrekkelijk. Ja. Dus als je niet ingewijd bent en je kijkt van hoe dat programma nu wordt gemaakt. En ik dacht in het begin een beetje van, dan zag je zo'n mevrouw die viel dan dood neer op het zand. Ja. En die werd dan later weer gevonden. Ik vond het toch wel mooi verbeeldend. En daarmee kan zeg maar, de liefde voor geschiedenis kan er wel mee worden aangewakkerd. Ja. Ik kijk er eigenlijk best wel graag naar. Ja, en ik heb gemerkt dat er heel veel mensen die eigenlijk geschiedenis bij het woord geschiedenis denken, nou, geschiedenis, die kijken hier ook naar. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi effect. Hè? Dat klopt, ja. Weet je wat ik ook vroeger deed als kind? Vroeger had je de tienertour. Ja. En dan ging ik dus, ik deed dat alleen, ging ik naar Leiden en ging ik zelf naar de RMO. Ja. Ja. En dan ging ik daar gewoon rondlopen, een beetje ronddwalen en kijken. Ik vond dat, En het RMO heeft een belangrijke rol ook bij deze serie, hè, zag ik. Ja. Ja. Ben jij in Utrecht op kamers gegaan? Nee. Nee, thuis blijven wonen. Ik ben begin thuis blijven wonen. Ja. En halverwege de studie ben ik gaan samenwonen in Utrecht. En waar kwam die vrouw ineens vandaan? Uit de studie? Ja, zij studeerde Nederlands. Kijk. En, we zochten allebei een kamer. En ook toen was de kamernood hoog. Ja.
En wij konden toen de tijd gewoon een flat huren in de private sector. En dan kreeg je huursubsidie bij. Ja. Het was zeg maar in de jaren, begin 1990 eigenlijk, was het best wel gemakkelijk eigenlijk. Ja. Dus wij hebben daar heel luxe in een flat kunnen wonen met z'n tweeën. Ja. En waar werkte je toen al? Nou ja, ik studeerde toen nog, ja. Maar ik werkte ook altijd bij. Ja. Ik werkte bij de V&D ja. Toen nog. Ik heb bij de HEI gewerkt. Ja. Op zaterdag en donderdagavond was je Doza, heette dat. Dus ik studeerde en ik werkte er altijd bij elkaar. Ja. Ja. Wanneer kwam je, je hebt daar een gezin gesticht of was dat toen al niet aan de orde? Nou ja, nee. Je woonde samen. Woonde samen, toen ging ik werken in Culemborg over trouwens ook. Ja. Toen kreeg ik een baan aangeboden en toen kreeg ik daar nog een baan aangeboden omdat mijn achtergrond zo netjes was. Oh kijk. Ja, dat is die protestantse zuil. Ja, dus achteraf wel een beetje boos over dat je dan niet eens een baan krijgt om wie jij bent. Nee. Waarom dat toevallig schoonouders of ouders zeg maar zo netjes zijn. Ja. Ja, het deugde wel. Het deugde wel. Ja. En dan heb ik echt over 1990. Dus... Ja. En toen ik daar eenmaal ging werken, zijn we in Culemborg weer terug gaan wonen. En heb ik daar drie zoons gekregen. Ja. 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 Ik heb een foto van jouw gezin hier. Ja. Vertel eens wie we zien. Ja, we zien natuurlijk mijn vrouw en ik. We zijn drie zoons. Ja. We zijn geboren uit mijn eerste huwelijk. Ja. En dan zie je nog vier meiden en die zijn geboren uit een tweede huwelijk. Leuk. En van jong naar oud, ik weet niet of je de naam wil weten, maar Rozemijn, Anne-Floor, Noor-Sophie en Evelijn. En dan heb ik Wouter, Joris en Matthijs. Ja. En allemaal hebben ze hun eigen weg, zijn ze allemaal ook bijzonder van wat ze nu zeg maar doen. En we staan hier voor ons huis in Culemborg. Ja, je woont dus ook, begrijp ik nu weer opnieuw, in Culemborg. Ja. Culemborg is de vaste plek geworden in jouw leven. Ja, ja, ja. Er is duidelijk verschil dus in de leeftijd, dus dat is van je tweede huwelijk vier meiden. Ja. Hoe is dat om in een vrouwenhuis te wonen? Nou, wij wonen groot. Ja. En groot bedoel ik gewoon wonen in een boerderij. Ja. Dus ik heb wat grond eromheen voor beesten. Ja. En het is soms heel fijn om even naar buiten te kunnen gaan. Ja. Ik heb vier prachtige meiden. Maar ik heb ook gewoon ruimte omheen nodig om zeg maar even afstand te kunnen nemen. Dus mijn hobby, ik zeg wel, mijn hobby is ook hobbyboer zijn. Ja. En dan ga ik thuis de schapen verzorgen, de kippen, ik heb een boomgaard. En het is wel heel fijn om daar naartoe te kunnen gaan. Ja. En ik moet zeggen, die boerderij is wel een van mijn dromen om ooit zeg maar, in mijn leven echt in een boerderij te kunnen wonen. Ja. En daar wonen we nu met elkaar. En mijn zoons wonen op kamers, hè. Die zijn een stuk ouder al. Die zijn de deur uit? Ja. Ik heb nog één foto van het gezin op een bijzondere plek. Ja. Moet je heel kort vertellen wat hier te zien is? Ja, dat is wel leuk. Ik ben ook lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Ja. Dat is een landelijke organisatie voor alle Oranje Verenigingen bij elkaar. En op Koningsdag, dat zie je daar staan, hè, ja. King's Day, mochten wij als bestuur de beurs openen in Amsterdam. Ja. Nou, dat hoef je aan mij maar één keer te vragen. Ja. Alleen, er gingen niet veel bestuursleden mee, want die moesten allemaal op die dag natuurlijk paraat zijn in hun, in hun gemeente. Ja. Ja, toen zei ik tegen de beurs van, is het dan niet leuker om gewoon mijn kinderen mee te nemen in oranje in kleding oranje, ja. En dan die beurs te openen. En ik vond het fantastisch om te doen. Dat is leuk. Dat is natuurlijk uniek om dat een keer voor elkaar te krijgen. Dat is een mooie belevenis. Ja. En die Koninklijke Bond, dat is wel ook een van mijn de dingen doe ik ernaast. Onbezoldigd, om zeg maar zo de gemeenschap, waar toch de oranje verenigingen vaak een samenbindende rol in hebben, op Koningsdag, maar ook op 4 en 5 mei, om daar zeg maar bij te ondersteunen. Ja. Ja. Dat is niet in alle gemeentes hetzelfde, maar ik heb wel gemerkt dat oranje verenigingen in een heleboel gemeentes een hele centrale rol vervullen. Ja. Ja. Soms is dat per gemeente wat anders. Hier in Leiden is dat ook in de traditie wat anders gegroeid. Maar ik weet dat dat zo is. Dat het een centrale plek is in een ruimere zin dan alleen maar Koningsdag. Ja, nee, het is echt vrijwilligerswerk. Maar als je ziet hoeveel vrijwilligers bij elke oranje vereniging betrokken zijn. Het is echt cement van de samenleving. Ja. En om vanuit zeg maar, mijn rol toch wat te kunnen helpen om die oranje verenigingen zeg maar... Ja, omhoog te kunnen houden, want ze doen alles met heel weinig geld, hè? Ja. Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan de BV Nederland, om het zo te zeggen. Harry, we gaan spoorslags over naar jouw werk van nu, de Stichting Christelijk Onderwijs Leiden. Ik leg de nadruk op christelijk onderwijs, omdat dat hier een verzamelnaam is. Vertel eens even hoe die stichting ontstaan is. Ja, het is natuurlijk Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, SCOL.
Vroeger was het school met een K, heb ik begrepen. Ja. Dus alleen maar de katholieke scholen. In 2011. Ik zei christelijk, maar het is confessioneel. Ja, maar dat geeft niet. is ook gewoon christelijk eigenlijk. Ja. Maar in 2011 zijn daar de visserscholen, de protestantse scholen bijgekomen. Ja. Toen werd het volgens mij school met een C. Ja. En vervolgens een jaar of 5 geleden zijn daar de protestantse basisscholen bijgekomen. Ja. En dus zijn wij echt een verzameling van katholieke en protestantse scholen bij elkaar. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat al het voortgezet en basisonderwijs in Leiden, protestants en christelijk, dat dat bij elkaar zit in één construct, namelijk school met een C. Ja. En daar horen dan ook nog scholen bij in Rijnsburg, Leiderdorp, Zoeterwoude, ja, begrijp ik. Ja. Is dat een hell of a job, zou je kunnen zeggen, om zo'n groot construct te besturen? Je bent niet een schooldirecteur, maar je bent een bestuurder van een grote organisatie. Ja. Dat vraagt andere dingen dan een schoolbestuurder. Ja, weet je, het is geen hell of a job. Ik bedoel, ieder zijn vak. Ik zou niet voor een groep kleuters kunnen staan. Ja. Ik heb altijd veel respect voor juffrouwen en meesters die dat zeg maar kunnen. Dus ieder zijn vak. Dus het vak wat ik beoefen, bestuurder van een onderwijsinstelling, samen met mijn collega, ja, is ook gewoon heel waardevol werk. Je weet dat de majeure problemen, maar ook de uitdagingen waar we voor staan als onderwijs, die komen op jouw bordje. En daar moet je iets goeds van vinden. En dan is het vaak zeg maar de, ja, hoe ga je er iets van vinden? Hoe organiseer je informatie? Hoe betrek je anderen bij om dan een besluit te nemen? En dan ben je vaak wel degene die als laatste, samen met Renier van der Wal, die met mij het college van bestuur vormt, die een beslissing neemt. En je weet vaak, ik heb ook in de politiek gezeten, dat elke beslissing die je neemt, kan je nooit altijd iedereen te vriend mee houden, zeg maar. Of tegemoet komen. Dus je zult altijd wel iemand teleurstellen. Ja, dat werk spreekt mij wel aan. Dus het is geen hele job. Het is gewoon ieder zijn vak. En ik doe dat met plezier. Dus ik ga elke dag met plezier naar Leiden toe. Is er een spanning? Is er een spanning? Is er spanning denkbaar? Tussen de belangen van een individuele school en het centraal belang? Want dat lijkt me eigenlijk best wel lastig. Ja. Ja, altijd. Weet je, we hebben natuurlijk hele kleine scholen en hele grote scholen. Ja. De Pacelli is een kleine school. De Jozef is onze grootste school. Ja. Maar ik vind dat in de wijk waar de Pacelli bijvoorbeeld ligt, of de Lei, belangrijk dat ook die scholen er kunnen zijn. Ja. Of de Astronaut. En dan is het wel vaak zo dat je qua solidariteit als stichting in totaliteit, dat je aan de grote scholen vraagt, ook wat zeg maar geld af te staan, als ik het zo simpel kan uitleggen, aan de kleinere scholen, omdat de kinderen die daar in de wijk zitten ook naar dat onderwijs willen. Ja, dat geeft natuurlijk wel eens een keer spanning. Ja, maar in feite zeg je, in zo'n grote organisatie worden de solidariteitsgrenzen als het ware opgerekt en verlegd. Opgerekt, verlegd en altijd wel even bespreekbaar gemaakt. Ja. Want iedereen wil natuurlijk gewoon toch wel het liefst het geld wat hij denkt toe te komen graag behouden. Ja. Ook al krijg je het niet eens op. Hè? Ja. Ja. Want de huidige middelen die we nu krijgen. Dat is toch van mij, ook al is het niet op. Ja, ja, weet je, Nederland heeft 8,5 miljard gekregen voor de achterstandsproblematiek. Ja. En dat krijgen we nu niet op. Ja. Nou, dan vind ik het mooi in zo'n grote stichting als wij, daar waar een school in de knel zit, dat je extra kan bijdragen, ook vanuit de wat grotere scholen. Wat is, je hebt het over het confessioneel onderwijs als groot blok binnen het onderwijs in Leiden. Het andere grote blok is natuurlijk het openbaar onderwijs. Ja. De hamvraag is altijd opnieuw, wat is nou het kenmerkende van dat confessionele onderwijs? Of van de organisatie, dat zou ook kunnen. Ja. En van, er zitten natuurlijk allerlei verschillende karaktertrekken binnen die scholen. Wat is het samenbindende element? Nou, ik denk het samenbindende element van even pro en school is dat we gewoon allemaal goed onderwijs willen geven. Ja. En dat eigenlijk in bijna alle gevallen ook gewoon lukt. Hè, dus er is ook samenwerking mogelijk? Absoluut. Ja. We werken heel veel samen met pro. En dat is ook goed voor de stad en goed voor de kinderen. En we bespreken samen ook alles. Ja. En ik kan alleen voor mezelf spreken wat typisch confessioneel onderwijs maakt. En dan denk ik toch vooral aan het voorleven. Dat ieder kind er mag zijn en ertoe doet en een tweede kans verdient. En dat kun je voorleven als juffrouw, als meester of als leraar in de klas. Door altijd wat heeft het kind nodig? Kinderen moeten fouten maken. Kinderen mogen dus ook fouten maken. En hoe kun je kinderen waarde bijbrengen of aanleren of voordoen? Als het gaat om respect, solidariteit, verwondering vind ik een hele belangrijke.
misschien wel de meest wezenlijke, denk ik. Hè. Vragen stellen als je dingen niet weet of niet snapt. Niet meteen oordelen, maar eerst vragen stellen. Dat kenmerkt, denk ik, onze basisscholen. Ja. Vind je dat dat onderscheidend is van andere stichtingen en scholen? Nou, dat verwacht... Ouders vinden dat natuurlijk wel vaak, maar vind je het zelf ook? Ja, ik vind van wel. Ja. Ja, het is in ieder geval wel wat ik wil uitdragen. Ja. Ja, dus als je hebt over het toetsen, wanneer wij dus in de stichting, wat voor school dan ook, hoe klein het probleem misschien ook lijkt, maar soms komen ze op mijn bordje, op ons bordje, dan probeer ik een antwoord te vinden op die dilemma's of op vraagstukken, door weer naar de waarde te gaan waar wij voor staan. Ja. En van daaruit een antwoord te formuleren. Ja. En dan doen wij dat niet beter dan een ander bestuur. We doen het wel anders, vanuit een andere gedachtegoed. Ja. Vraag die zich dan voordoet is, je hebt een heel duidelijke achtergrond geschetst net. Helpt dat bij dat werk? Dat denk ik wel, ja. 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 Dus ik herken me ook zeg maar in veel vraagstukken waar we tegenaan lopen. Ja. 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 Dat had je dus ook kunnen doen bij een andere organisatie of vleugt het goed? Nou, ik heb ooit op openbare school gewerkt als leraar. Ja. En je neemt jezelf natuurlijk mee. Ja. Ik had toen geen last dat ik op een openbare school werkte. We hadden daar ook gewoon goed onderwijs. Ja. Maar het is natuurlijk wat je wil voorleven in de klas. Ja. En toen als leraar en ja, bij een conferentie en stichting kun je dan toch gewoon met elkaar in gesprek zijn over welke waarden willen wij uitdragen aan de kinderen, aan de ouders, onderling, tussen collega's, tussen directeuren. Ja, daar kan ik een bijdrage bij. We hadden net een overzicht van de scholen waar jij de baas van bent, om het maar even plat te zeggen. Ja. Nou, dat zijn ze allemaal in Leiden en rondom Leiden. Het volgende plaatje is core business voor jou, want dat gaat over bouwen. Hier heb je volgens mij een contract afgesloten. Ja, klopt. Om een schoolgebouw neer te zetten. En hier ging het volgens mij over... Pacelli. Ja. De Pacelli, En de volgende ook, denk ik. Daar zien wij de openende wethouder die net zit te vertellen dat hij daar ook op school heeft gezeten. Ja, dat is ook de Pacelli. Ja. Ja, prachtig, hè? Ja. We hebben er wel eens een keer overwogen om die naam te veranderen. Omdat een tijdje geleden was de naam Pacelli toch wel even in het geding. Ja. En op basis van de traditie en toch geschiedenis die we echt met heel veel mensen besproken hebben. We zijn niet over één nacht de ijs gegaan. Besloten om de naam gewoon overeind te houden. Voor wie dat niet weet, Harry, Pacelli was een bekende en beroemde paus in de oorlog. Hè? Ja. Ik heb nog een plaatje. Dit is ook die core business weer. Ja. Hier doe je het samen. Ja, met Pro. Ja. Met Marton de Pint. En hier gaan wij volgens mij Broekplein bouwen. Ja, de Merenwijk. Ja, de Merenwijk. Ja. Wie betaalt het allemaal? De bouw van scholen. Ja? Dat komt vooral van de gemeente. Ja. Ja. Het geld krijg je van de gemeente? Ja. Ja. Nou, zo gaat het ook weer niet. De gemeente stelt middelen beschikbaar. Ja. En daar gaan wij een schoolgebouw voor neerzetten. Binnen het budget wat zij beschikbaar stellen. Ja. Gelukkig is het nu zo, vind ik, dat tegenwoordig de opvatting bestaat dat ook de omgeving van scholen, dus het gebouw en de kwaliteit daarvan, belangrijke elementen zijn in het welslagen van het onderwijs. Dus er wordt behoorlijk wat geld tegenwoordig uitgegeven aan dat soort aspecten. Dat was ook niet altijd. Voor het welslagen van onderwijs zijn allerlei mensen belangrijk. En ik heb een heel klein filmpje gevonden dat nou even niet over jou gaat, maar wel over iemand die over mensen die bij jou werken. Dit filmpje over Bonaventura. Vanochtend vroeg had de D66 Leiden-fractie een verrassing voor de conciërges van het Bonaventura College aan de Burggravenlaan. Vandaag is even jullie dag. We zetten jullie in het zonnetje. Namens de stad natuurlijk en namens D66. Maar goed, dat doet er wat minder toe. Het gaat vooral om jullie. Jullie worden ontzettend gewaardeerd, dat is duidelijk. En ja, ik zou zeggen, blijf dat tot in lengte van jaren doen. Blijf gezond en geniet extra vandaag van de aandacht. Ook al vinden jullie dat natuurlijk helemaal niet leuk. Maar ja, jullie hebben het gewoon verdiend. Zo simpel is het ook. En geniet daarvan. Ik kan helaas niks. Ik moet dan altijd, via de tafel. Dat is natuurlijk helemaal niet gezellig. Maar Susanna heeft een heel mooi schildje voor boven je bed. Ja, we doen dit inmiddels voor de vijfde keer. Het is heel belangrijk omdat een conciërge een onmisbaar onderdeel is van wat er in een school gebeurt. Ze hebben de contact met de leerlingen, ze zorgen voor veiligheid, zowel fysieke veiligheid als ook sociale veiligheid.
Ze zorgen dat docenten hun werk kunnen doen. Ja, en met corona hebben we kunnen zien dat het eigenlijk om de paar weken anders is. Hè? Nieuwe maatregelen. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je routing door de school? Hoe zorg je dat leerlingen zich toch aan de maatregelen houden? Zonder dat het nou een hele lastige situatie wordt. Dus ja, het is gewoon, een conciërge is altijd al belangrijk. Maar ik denk dat in deze coronatijd we extra aandacht moeten hebben voor hun werk. Want het is niet makkelijk om onderwijs te geven in deze tijd. En zij zorgen ervoor dat alles door kan draaien. En dat verdient een schildje en een bos bloemen en een groot compliment wat ons betreft. Ja, Harry, dit waren twee mensen die bij jou school werken. Die worden in het zonnetje gezet omdat ze de beste waren. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg leuk dat ook die mensen in de prijzen vallen en bijdragen aan de kwaliteit van jouw school. Dat... Zeker, zeker weten. Kijk, vaak als kinderen op school komen, dan zijn het deze collega's die kinderen welkom heten, die soms een viesband plakken, die kinderen ook het gevoel geven van welkom. Ja, misschien heb je geen zin, maar misschien is het toch wel leuk, met een grap. Dus het zijn hele belangrijke collega's voor ons. Ja. Nu, Harry, wij spoeden al naar het einde van de uitzending. Maar ik heb drie foto's waar je kort commentaar op moet geven. Okay. De eerste is deze. Dat is hem niet van jou. Nee. Maar jij bent ook boer. Ja, min of meer. En hoe kort kun jij zeggen wat voor beesten je allemaal hebt en wanneer doe je dat eigenlijk? Nou, 3 katten, een hond, 2 schapen die zwanger zijn, 20 kippen, 10 cavia's en nog een berg konijnen. Doe ik van het weekend. Oké. Okay. En nog 2, een boomgaard met pruimen en een boomgaard met kersen. Dat doe je er allemaal bij? Ja. Ja. Je doet ook politiek er nog, deed je er nog bij? Ja. Hoor ik, want Dirksen is een partijgenoot van jou. Ja. Actief geweest en niet meer. Ja. De andere foto is dit. Dit is jouw hobby. Ja, ik verzamel antieke kunst. Egypte, Romeinen. Hier zie je dan vooral Shapti's uit Egypte. Wat is een Shapti? Het is een beeldje zeg maar, van een farao, die kon hij dan meenemen in zijn graf. Ja. En die deed voor hem het werk in het hiernamaals. Ja, dit ook? Nou, dat is een god toevallig. Ja, welke ik heel mooi vind is deze lichte blauwe. Dat is een vizier. Die? Ja, ja, dat is dus geen farao. Ja. En die daarnaast terracotta, dat is Bes. Dat is een god. En ja, ik vind het gewoon mooi om naar te kijken. En dat is ook een beetje wie ik ben. Bes is toch altijd die ondeugende... Dan ziet hij er ook zo uit. Ja, precies. Ja. Ja. En dit sluit dus aan bij die ooit ontstaande belangstelling van jou. Ja. En dan heb ik er nog één. Deze. Ja. Dit is een herinnering ongetwijfeld. Ja, dit was een lunch met Desmond Tutu. En ik was toen raadslid voor D66. En ik hoorde dat hij naar Culemborg kwam. Ik heb mijn hele agenda leeg gemaakt met een ander raadslid. Ik zei, ik wil deze man ontmoeten. En hij kwam de zaal binnen. Heel klein mannetje. Maar de zaal was direct gevuld. Ja. Het was fantastisch om met hem te mogen lunchen en te mogen praten. Dus, inspirerende man, hè? Ontzettend, ja. Onlangs overleden, helaas. Maar ja, ik kan me voorstellen dat dit een mooie herinnering is. Ik heb toch nog die als laatste vraag, deze... Ik hoor en passant dat je ook in de politiek was. Heb je nog de ambities daarin? Nee. Nee. Is het over? Ook de Kamer niet meer? Ja, ik zeg nooit nooit. Maar ik heb dit moment zo'n mooie baan. Ik heb niet de ambitie om het om nu te zeggen. Ik ga weer een vertegenwoordigende functie vervullen. Oké. Okay. Harry, dat was het voor nu. Dank je wel. Ik vind eigenlijk dat we een heleboel niet besproken hebben. Maar misschien voor een volgende keer nog eens. Dankjewel voor je medewerking, voor je komst en voor je openhartigheid. En dames en heren, dit was de uitzending van vandaag. Volgende week is Ton Kolbeck hier en dan is daar Tjitske Spekman. Die is eindredacteur van het NOS Journaal. Dank voor het kijken, tot volgende week.